Er zijn verschillende vaccins die ons kunnen beschermen tegen het coronavirus. Maar hoe werkt een coronavaccin eigenlijk? En zijn ze veilig? Hoe werken de coronavaccins? Je krijgt het vaccin via een prik in je bovenarm. Hierdoor komt jouw lichaam in contact met een klein stukje van het coronavirus. Dit kleine stukje is niet gevaarlijk. Omdat je lichaam het virus nog niet kent, gaat je afweersysteem aan het werk. Zo bouw je bescherming op tegen het coronavirus. Kom je na vaccinatie in contact met het coronavirus, dan maakt je lichaam snel antistoffen aan en ruimt het virus op. Hierdoor word je niet of minder ziek. Zijn de vaccins veilig? Onderzoekers hebben de vaccins bij heel veel mensen over de hele wereld getest. Uit deze testen blijkt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's. De kans op ernstige bijwerkingen is heel klein. Doordat je afweer aan de slag gaat om je lichaam te beschermen, kun je last krijgen van bijwerkingen. De bijwerkingen die het meest voorkomen zijn pijn op de plek van de prik, hoofdpijn, moe zijn, misselijkheid en spierpijn. Je hebt maar kort last van deze bijwerkingen. Sommige mensen twijfelen over vaccineren, maar de veiligheid van de vaccins wordt goed in de gaten gehouden, ook nu ze gebruikt worden. Hierdoor komt er steeds meer kennis over de vaccins. En mocht het toch nodig zijn, dan wordt er natuurlijk actie ondernomen. Heb je vragen over de coronavaccins? Kijk dan op coronavaccinatie.nl of op onze websites.